als ik mijn studeerkamer instap, dat is echt mijn, mijn plek. Dan denk ik, fijn, ik voel me hier ook echt thuis. Als ik bijvoorbeeld in het concertgebouw inspeel, dan hoor ik soms een collega langskomen en denk ik, oeh ja, dit was vals. Maar je moet ook fouten durven maken. Vanochtend kwam ik aan bij het RCO House. Daar heb ik de architect persoonlijk ontmoet. En ik vond het heel bijzonder dat ze me meteen meenam. Dit zijn de ruimtes waar jullie straks kunnen studeren. Het was heel nat en koud en er was heel veel lawaai van de muren die omgeslagen werden en water wat ergens naar beneden kwam. De buitenmuren staan nu, maar iedere ruimte is natuurlijk een soort doos-in-doos constructie. En ik pak die alt uit en ik vond de klank met het spelen eigenlijk heel aangenaam. Het klinkt hier wel lekker hoor, het is wel leuk. En haar reactie vond ik ook heel leuk, van oh, het klinkt heel goed. Ja, ik zei al tegen Edith, ik had echt bijna tranen in mijn ogen. Ik vind dat echt bijzonder. Tegelijkertijd is dat waar je het voor doet. Je maakt een huis voor de muziek. Als het RCO House af is, dan denk ik, dan kan ik datzelfde gevoel creëren als wat ik thuis heb. Dat ik me comfortabel voel en echt kan studeren. Ik denk wel dat het een stormloop gaat worden. Nou, die oefenruimte, dat is gewoon fantastisch.